En van het moment dat de bussen moeten wachten op de L-trein uit Gent of de trein uit Brussel, 5 minuten, zit Hans Klein Brabant in de soep. S'avonds is er af en toe een probleem met die bus, omdat hij daar moet wachten op pendelaren. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus je wil die pendelaar in de kou zetten bij Brabant. Je vul staat die in de kaart van staan. Ja, maar ik wil niet zeggen dat je de zal het weer oplossen. Bij de bus die wachten. We stellen vast dat ons deelgemeenten allemaal in de bus zitten. Natuurlijk, een bus die in Dendermonde theoretisch aansluiting heeft op een trein, die theoretisch diezelfde bus aansluiting heeft op een trein in Borne, die kunnen niet verbeteren. Nee. Maar als dat regelmatig vuil valt, dan klopt dat toch niet, hè? Bussen zijn altijd verbonden aan een trein. Het treinverkeer in België heeft een aanvaardbare vertraging van 5 minuten. Maar dat betekent dat wel met problemen zijn. Ja, dat is ook. En dan is de vraag natuurlijk, kunnen we dat op termijn in zijn geheel een keer bekijken voor klein Brabant? Mm-hmm. Ik denk dat dat essentieel is. Ook voor Sint-Namans is het eigenlijk nog moeilijker, omdat Sint-Namans eigenlijk helemaal geïsoleerd zit. De verbindingen vanuit Borne naar de Rink van Wilbrug die zijn dus ondermaats. Het is dus werkelijk onbegrijpelijk dat dus de lijn van Brabant zich niks aantrekt van de connecties vanuit Klein Brabant. Niks. Van Brabant is verantwoordelijk voor de lijn die betrekt vanuit Huurs over de Rink Wilbrug en zo verder door naar Brussel. Ah, dat is natuurlijk, ja. Hij zat samen met ons hierboven in de vergaderzaal, als de drie lijndirecties hier aanwezig waren, dat is Brabant ook aanwezig was. En toen hebben we gewoon op de maat gevraagd, ja, hoe komt dat? Dat die bus die richting Wilbrugkliniek gaat, hoe komt dat dat die bus, dat toch het knooppunt is van Klein Brabant, hoe komt dat dat die ook niks, maar ook niks aansluit? Hè? Die betrekt dus leeg vanuit Huurs, die sluit niet aan op de trein, die sluit niet aan op de bus die vanuit Tornhout komt. En het verhaal dat die mevrouw dan vertelde, vond ik eigenlijk wel sterk. Ik kan hem natuurlijk altijd wel begrijpen, maar ze zegt tegen ons, voor ons is het Brussel belangrijk. En voor ons moet die bus aansluiten als hij van Brussel komt, op het station in Wilbrug. Maar zegt ze in beweging bij, we weten dat dat nooit matcht. De mensen, de senioren die van hieruit vanuit Borne richting kliniek Wilbrug moeten, of mensen die van Temse moeten, die hebben nog veel moeilijker natuurlijk. En de namiddag, dat zijn de bezoekuren, kan niet, want het station is gesloten. In de winter, heel lachertje, daar hebben we tientallen reacties op gekregen op ons dossier. Als dat dus eigenlijk niet voor mogelijk. Dus die sluit niet aan op geen bus en niet op een trein. Rijd je met een trein tot Wilbrug, dan is het verhaal nog schrijnender. Dan is diezelfde bus 5 minuten weg, dat wordt 35 minuten voor de verbinding naar de kliniek van Wilbrug, die toch wel op 3 kilometer van de station weg moet. Tweede zaak is natuurlijk heel belangrijk toch wel, om de drijven die dus naar bereikbaarheid toevoegen, dat wij ook een stukje kunnen op zouden willen spelen. Die bij drijven zijn dus zeer moeilijk bereikbaar. Er is een buslijn. Maar ja, die buslijn staat in feite ten dienste van Klein Brabant, want die passeert maar gewoon door Klein Brabant en dat zit. Dus veel mensen komen waarschijnlijk met de fiets die van Klein Brabant zelf zijn. Er zijn veel mensen die van Brussel komen of die van het Waasland komen, dat zijn er ook wel een pak, die geraken dus eigenlijk niet op die buslijn. Bovendien is het zo dat je dus met die aansluiting van dat stukje kunt trekken. Dat matcht dus niet aan de overkant van de Schelde, dat matcht niet aan deze kant van de Schelde. Het is niet op elkaar afgestemd en het is bovendien relatief duur, want dat stukje kunt trekken betaalde basistarief voor een verplaatsing van enkele kilometers. En dat zal toch goed kunnen verbeteren, zelfs voor mensen die van Brussel komen, dat die dus vlotte aansluitingen hebben op die busverbinding. Bijvoorbeeld de Wilbrug matcht dit niet en Huurs matcht dit niet, dus het is echt wel een probleem. Een volgende element zijn de scholen. Het feit dat er een vrij middelbare school in Temse gesloten is, heeft natuurlijk een impact op Borne. Dus wat dat het aantal leerlingen betreft, dat is aanzienlijk dat dus in de zomer met de fiets rijdt. Dat zijn er rond de 200, dat hebben ze zelf betaald. We hebben dus samen met Kruijbeke TV in februari gaan filmen. We hebben op hetzelfde moment hebben we nog 16 getaald in februari. En daar kunnen we overtuigd zijn, misschien niet allemaal, maar dat er heel veel van opgevoerd wordt naar Borne. Met een auto. Als je moest weten over mensen dat er noodgedwongen vanuit Sint-Amans, omwille van de problematiek die ik daarnet geschetst heb, noodgedwongen met een auto tot in Puurs moeten komen, dat zijn er pakken. We zouden moeten kunnen het aantal voertuigen weghouden uit het centrum dat er echt niet moet zijn door het busvervoer wat te optimaliseren. Nog een element dat er natuurlijk in speelt, dat vind ik partner in de werkgroep. Wij zijn uiteindelijk nog maar één verbonden met een aantal lokale gemeenten die rond
zowel wat de patiënten betreft, degenen die ze moeten komen bezoeken en de werknemers. En er zijn drie belangrijke assen die een beetje vanuit worden gaan omdat de kliniek mobiliteitsbelangen heeft. Dat is over 12. Meer en meer werknemers, meer en meer patiënten komen vandaan. En als Londen is dat ook een belangrijk gebied wordt, dat een drainagegebied is van patiënten. En Willebroek is vandaag belangrijk en zal belangrijk blijven, omdat de kliniek daar ook aanwezig gaat blijven met een belangrijk dagverzorgingscentrum. En we hopen daar ook dus het cliënteel van daar en de patiënten van daar vlot in de borden te krijgen. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste delen waarbij je dat mobiliteitsprobleem ook voor de kliniek wel een belangrijke rol speelt. Kliniek is een belangrijk gegeven, veel personeel, we stellen er mensen te werk, maar we moeten er ook diensten meer nog meer mensen. Dus hoe beter dat dat verloopt, hoe belangrijker het voor de kliniek is. Ja, en ook voor de senioren is het ook een belangrijke zorg. Ja, als ik zie dat het rusthuis aan het uitbreiden is, mensen moeten ook bereikt worden. Maar ja, ze komen er dan extra kamers bij, dus ja, extra kamers, ja. Extra bezoekers. Ja, dat zijn een aantal elementen die aangedragen zijn. We hebben daar sprekende voorbeelden van mensen die erin zitten. Hier zou iets moeten kunnen gebeuren. Omdat de verre toekomst toe hopen, dat is dat hier inderdaad op termijn een light heeft kunnen krijgen zodat er een plan 2020 verpad zat. Maar dat zou het meest optimale zijn. Een light rail die de verbindingen maakt over het ganse klein Brabant op de aftakking Sint-Amans meeneemt. En die een vlotte aansluiting geeft op de tram uit Brussel die er voorlopig althans niet komt. De aftakking puur Dendermonde. Ja, ja. Dat zou natuurlijk het ideaal zijn, met een vrij vlotte aanpassing van de bussen van Ien Borne, Puurs en Wurp natuurlijk. Hè. Dat zou natuurlijk het gedroomde deel zijn. Dat is uiteindelijk de studie die het Schilderlandschapspark op dit moment probeert te coördineren met de verschillende partners. Pas goed op, want dat lijkt een mooie doos, maar kijk de eerste keer in wat dat juist is. Ik weet dat de voorzitter was, dat weet ik. Dat spijt me, maar de voorzitter heeft er ook niet alles in de hand. Dus moet ook het Schilderlandschapspark heeft een belangrijk voordeel. Die zijn, je weet dat is een publiek-private samenwerking. Ja. En de private partner is het Euro Immostar. Dus we zitten daar al redelijk aan de bron. Ik heb wel tegen Lieve de Kok gezegd. Die haar ronde heeft gedaan bij de verschillende partners. Dat gaat het aan de haven van Antwerpen. Dat het nu tijd wordt om ze aan tafel te zetten en te horen of dat ze hun engagement ook gaan vertalen in budget. Een afpakking van dat project zou er een oplossing moeten zijn die misschien een minimum aan middelen zou kosten, maar die intussen toch een oplossing biedt na al die jaren dat we met dat dossier bezig zijn. Dus dat is eigenlijk ons voorstel. Een taxibussen is ook geen relevant voorstel, naar onze bescheiden mening. Het is een taxibus op aanvraag, maar we kennen het verhaal van de bal. Dus dat we daar kort aan bodden over zijn. Het systeem dat is... Het aanbod dat al is gelanceerd, ja, waar wij als gemeente ook al geld hebben voor tafelwerken. Ja. Maar dat we daar misschien toch even ontleden wat dat zou kunnen betekenen. Hè. We hebben in een eerste fase gevraagd dat de bal dus over de brug hangt. Tot de eerste volgende halt. Dat was niet mogelijk. Er waren geen middelen voor. En dat was ook structureel blijkbaar een probleem. Dat was ons gisteren vraag. Nu, als je ziet welke cijfers dat we binnenkrijgen van de bedrijven, van de kliniek, van de politie, zo'n kruipje detention, wat dat er passeert over die regioverbinding, en je wilt dat gaan oplossen met een taxibus op aanvraag, dat is niet ernstig, burgemeester. Uit onze ervaringen die we hebben met de taalbus, waarbij dat ook een aanvraag doen om de taalbus te kunnen krijgen, je weet hoe dat systeem werkt. Ja, wel. Probeer dat eens. Probeer dat morgen nog niet, bijvoorbeeld op de zaterdag. Kunnen ze dat systeem niet veranderen met die bus? Want dat is toch niet wie steekt die bus? Dat kan toch niet? Zolang ze nu werken met die bus, voilà. Ik kan het goed volgen. En als je dus pendelaars hebt, die daar dagelijks naar hier moet komen en die gaat op zo'n systeem is, dat niet kan. 20% van het personeel alleen al van de kliniek moet over de brug geraken. Die zijn vragende partij om daar een vlotte verbinding te hebben. 35% van Schumann Plastics, dat is echt de plan, maar dat is ook van. Dat zijn mensen die van over de stad moeten komen, die laten de Rijkswijk echt slimmer zijn in de wereld die door Brussel. Probeer die weg te nemen. Dan hadden dat niet eens een bus op aanvraag kunnen doen. Dat is gewoon mensen die dagelijks over die brug rijden. Ja, het concept van het voorstel van de bus op aanvraag was juist om in
in feite vrij snel vast te stellen dat het busje te klein was. Die noemde zei direct eerst, we doen dat niet voor ons plezier, we steken heel veel tijd in en veel energie in. En we willen dat doen voor de burgers. En we denken dat de gemeente bestuurder ook een pluspunt kan van maken voor zichzelf, om voor haar burgers algemeen te doen voor alle burgers. Het rapport van de gemeentevaluatie is nog vrij positief. Die zeggen, die busverbindingen zijn wenselijk. Vooral voor die deelgemeenten als de schelden te verbinden met elkaar. Met dat rekening houdende is ons in Kruijbeek en Tensen gevraagd van probeer een initiatief op gang te brengen waar de gemeente bestuurder zich achter zet. We zetten ons er gezamenlijk achter, ook met de kliniek, ook met Wilbroek, en we gaan ermee naar de nieuwe mobiliteitsminister. Dat voorstel ligt nu ter tafel. De vraag in ons voorstel is, trek die bus door over Borne tot op het knooppunt, net over de brug in Temse. Ze doen de ganse kant verbonden, dus overstappen van het Kruijbeek moet dan perfect kunnen daar. En de verbinding loopt door Borne, Puurs, zo naar Willebroek, Kliniek, Kapaal op den Bosch enzovoort. En gaat een vrij vlotte verbinding waar dat alles om elkaar hangt. En zoals ik al zei, toekomstgericht naar de Brusselse kant toe, kan dat zelfs nog een meerwaarde betekenen. Veel verkeer van de rechtszaak allemaal natuurlijk. Is het veel logisch dat de bus gewoon matcht over de trein? Nee, omdat een trein op zich een probleem is. Waarom? Een trein in zijn enkelsporige toestand geeft dus ook op zich heel veel problemen. Voor het feit dat er een enkel spoor ligt en er moet gewacht worden in Sint-Niklaas of in Mechelen en er moet gekruist worden in Willebroek of Temse of Puurs, zit er met het gegeven dat die vertraging cumuleert. De bedoeling is eigenlijk dat die bus, dat die natuurlijk op die manier de kliniek van Bornem bedient. Want de kliniek van Bornem die is met alle respect bereikbaar voor iedereen. Je zat toch maar op 1500 meter. Hè? Mensen die heel moeilijk te been zijn, die een partner moeten komen bezoeken, die hebben daar een probleem. Ik ga er altijd van uit dat mensen die dermate slecht te been zijn, dat is ook niet openbaar vervoer. Dat is in kilometer ongeveer 12 kilometer extra. Dat komt neer op bijkomende arbeidskracht. Hè? Die staat, dat is hier aan de Zaterbus, die staat er de naald van de pas, dat is termisch chauffeur en al. Ik wil de slapen hier om half twee, dat die bus. Ja, die bus staat op de Molenveldweg. Ja, dan lukt die lukt te lang. Ja, dan is ook de slaap. Dus die staat morgens, staat die drie. Ik dacht dat die staat morgens 3 tot 4 uur stil. Ja. Die staat in Borne een uur stil, die staat in Sint-Niklaas een uur en 3 kwartier stil. Ja. En dat kan dus. Dan zeg ik, als wij die willen binnenkrijgen, en die geloof mij, burgemeester, kom straks daar dus van. Hè. Als je het niet als maar kunnen laten matchen op een trein. Ja, maar ik denk, de directie van de kliniek zegt klaar en duidelijk, de trein is voor ons geen optie. Als de kliniek zegt, de trein is voor ons geen optie, dan hebben we er hier ook in Borne. Hier in Borne. Ja. Ja, maar kijk, nu gaat het gaat er toch voornamelijk over dat we proberen ons mensen te helpen en onze bedrijven te helpen enzovoort. Ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat ons gebied bereikbaar wordt. Als beleid hoop ik ook wel dat we dat wilt volgen. En ook niet in de plaats stellen van de lijn, wat kan er niet. Ik ga ook niet de lijn verdedigen. Ik weet alleen dat wij samen dat ons hier ongeveer 3 jaar aan het volgen zijn. En ik weet alleen dat het op hier toe nog maar is uitgekomen. De vraag is gewoon, willen jullie achter dat project staan? En gaan jullie samen met de andere gemeenten dat verdedigen? Dus de andere gemeenten zijn al akkoord. De eerste keer dat ze zo expliciet akkoord zijn, zoals ik het nu met heel poeha in mijn mailbox gekregen heb. Nee? Nu heb ik al met veel poeha in mijn mailbox gekregen van een bepaalde bestuur. Ja, dat kan zijn. Ja. Wat ik op dit moment bij de politici die het beleid moeten voeren, maar het is duidelijk dat de lijn op zijn limieten zit. Voornamelijk dat binnen het netwerk een aantal dingen perfect kunnen geoptimaliseerd worden. Maar men moet het willen. Niet meer of niet minder. Als een kruis gerealiseerd wordt, dan gaat de verbinding van over de Schelde met de kliniek perfect zijn. Dat is voor de besparingen ook en voor beter te rendabel de lijn te maken, dan misschien beter dat ze eens beginnen met één directie. En geen verschillende in ieder provincie een directie. Dan doen ze al een grote besparing. Hè. En dat zal misschien beter georganiseerd worden, want dan zitten met die verschillende directies niet meer. In Sint-Amans moet je proberen van naar Buggenhout, naar Malden of naar Opdorp te gaan. Je zit naar Antwerpen voorspannen en Antwerpen, Malden is Antwerpen. Onvoorstelbaar. Ik weet dat die bus zeer lang stil staat ook in Puurs. Maar goed,
kan zijn dat dat tijdspak toch nog te krap wordt om tot in de Temse te geraken. Dat is mogelijk, want dan verandert er niks in. Als het kan. Ja, ja. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja, dan is het oké. Okay. Ja. Dus het is niet dat die bus onder de kruf vertrekt, die trouwens altijd leeg vertrekt, even naar keus. Er zijn allemaal mensen die voor ons aankloppen, de burgemeester. Ik hoop dat het ook, dat we voor die mensen ook het project ook mee ondersteunen verder. En dat we dus gezamenlijk rond een ontwerp kunnen zitten. En dat we daar op die manier naar de minister kunnen gaan. In de hoop dat we er inderdaad niet lang meer op moeten wachten, dat we dat lang doen. Wij hebben in elk geval een datumpad geprikt. Dat zouden we graag iets concreet zien. Als er dan iets is, 29 mei. En als er dan niets gebeurd is, want dat zou erg zijn, dan moeten we er met de bevolking van ook zeggen. Wat is dat? Dus wij hopen alleen maar dat we samen tot iets kunnen komen. Dat we dus gezamenlijk zeggen van niet, oké, hier gaan we voor. Ja, en dan komen we naar de minister. Dus de bedoeling is eigenlijk dat we daar samen zitten. Als we de deur doen, dan zeggen we, kijk, hier gaan we naar het kabinet. Ja. Uitgerekend deze regio, dus net over de brug van Temse. Wij zitten hier op het verste punt van Brussel. Wij zitten op het verste punt van Gent. Wij zitten op het verste punt van Antwerpen. Waar komt de grootste vertraging in deze regio? Net pal over de brug van Temse, waar dat je dan nog niet eens over geraakt. Als je nu één oplossing zou willen monteren, is het dat het coördinatiecentrum aan de brug van Temse gebeurt en dat het regionaal vervoer hier gecoördineerd wordt met alle precisie van het vervoer op zich. Wij willen hier een coördinatiecentrum aan de brug hebben. Dat je niet urenlang in de file staat of dat je niet eindeloos met het openbaar vervoer quasi onmogelijk ergens kunt geraken. Een goed doorvloed weefsel is een levenskrachtig weefsel. Dat is goed voor de economie, dat is goed voor de samenleving, dat is goed tegen de verzuring en het geluk van de mensen allemaal. Ander aspect van de zaak is, het komt mij voor dat de mensen hier, de lokale handelaars, de middenstand, mensen die zeggen, wij willen onze cliënteel hier houden. Dat valt iets voor te zeggen, want wij weten allemaal, de hete adem van het koopcentrum en eventueel Uplace, wat er nog allemaal aankomt. Mensen die per se zouden willen gaan kopen in het dure koopcentrum van Sint-Niklaas of ergens anders, dat die eigenlijk niet met het openbaar vervoer gaan, maar wel met hun eigen dure BMW om een schone rietenmand te gaan kopen. Je zou beter een keer goed naar de palingfeest te komen hier in Marikerke. En als je dat zou kunnen doen met het openbaar vervoer, is een goede zaak. Op het moment dat je in een sociale situatie bent, zowel tijdelijk als permanent, dat je dus kansarmer bent, of dat je bijvoorbeeld ziek bent en je zit één chauffeur in huis, dan is er niemand die je kan bereiken. En daarom doen we dit. Je kunt daar echt niet tegen zijn. Het is dus niet een economisch aspect dat je zegt, wij moeten hier ons cliënteel dat hier zou kunnen kopen, hier houden. Nee, voor elke mens dat hier potentieel vertrekt, zijn er 5, 6 die naar hier komen. Wat dat hier gezegd wordt, dat is de essentie van het verhaal. Ja. Waarom dat we een oplossing moeten zoeken te koop en die werkelijk dit gebied ontsluit. Ja. Om los van de trein een aantal connecties te optimaliseren. Ja. Ja. Dat is dan wat we daarom voor parlementair hier in de tijd. Je ziet bij mensen niet hoe naar u. Wel een paar mensen van de andere kant, van uw kant als van onze kant. En dat is al veel.